Hallo meneer. Hallo. Mag ik wat vragen? Natuurlijk. Ik ben van de regiotelevisie. En ik maak een programma over mensen die iets bijzonders doen of iets bijzonders te vertellen hebben. Ja, wat wou je weten? Ben ik dan bij u aan het goede adres? Nou ja, weet ik niet. Ik vraag maar. Wat was u aan het doen? Ik heb hier mijn eigen bedrijfje in de auto's. In de, ja, hele oude auto's, maar ook hele nieuwe. Hele oude auto's? Ja. Hoe oud is oud? Nou, ik heb het hier een van 1957 staan. Mag eens kijken? Ja, natuurlijk. Ik kijk niet naar de rommel, want... Dat maakt niet uit, daar kijk ik doorheen. Op tv zie je toch niet alles? Nee, oké. Deze is van mijn boekhouder. Deze auto? Deze auto, die is van 1957. En ja, het is gewoon een belastingvrije auto eigenlijk. Hè? Ja. Maar ik heb ze ook nieuwer, ik heb ze ook ouder. Maar dit is niet een auto waar je mee gezin iets gaat doen? Nou, wij zitten dan bij zo'n grote club. Ja. En dan gaan we met 40, 50 wagens rijden. Ja. He, dat is dan zo nu en dan. Het is een oldtimer club? Een oldtimer club, ja. Ja. Hoe lang heeft u al een eigen bedrijf? Sinds, officieel zit ik hier sinds 2011. 2011. En wat heeft u ervoor gedaan? Altijd bij Defensie. Ja? Ja, 26 jaar bij Defensie gezeten. Echt waar? Ja. En wat deed u daar? Hetzelfde werk als ik hier doe. Ook, maar dan auto's repareren? Ja, gewoon vrachtwagens en tanks en dat soort dingen. Dus ja, je blijft toch een beetje in jezelfde leven eigenlijk. Ja. Je blijft toch een beetje in hetzelfde circuit doorgaan. Dit is de auto van uw boekhouder? Dit is van mijn boekhouder, ja. En dat is nog, ja, ik heb hier al vrij veel werk aan, maar ik heb er soms wel een stuk of 8-9 staan over die dingen. Ja. En dat is dan, soms is het allemaal weer weg. Ja. En zelf bezit ik er ook 3, dus ik bedoel... Ook oldtimers? Ja, allemaal van die oude DAFjes en zo. Ja. En die staan hier ook? Nee, die heb ik in de opslag. Ja. Wel een dure hobby lijkt me. Nou ja, hangt er vanaf. Het is, de onderdelen worden wel steeds schaarser. Ja. Maar de techniek is gewoon simpel natuurlijk. Ja. Het is niet zo dat je zegt van nou, het is heel moeilijk te doen. Alleen, de onderdelen worden steeds schaarser, dus je moet gaan zoeken. En de defensie, dat mist u niet? Ja, natuurlijk wel. Ja? Natuurlijk wel, maar ik bedoel dat het leger is gewoon ja, anders. Er was gewoon geen werk meer voor u? Nee, reorganisatie en ze hebben nou een nieuwe defensie opgezet. En je bent eigenlijk in feite dan te oud om in die burgermaatschappij gewoon een goede job te vinden. Dus wat zeg je dan? Ik ga voor mezelf op. Lekker toch? Lekker vrijheid? Ja, en ik heb de mazzel dat ik dan en woon en werk in mijn eigen locatie. Staat nooit wat in de file? Nee, ik sta niet. Nou, hoog als testrijden natuurlijk. Nou, ik wens u veel succes met het repareren van de auto's. Nou ja, graag gedaan. Dank u wel. Tot ziens. Dag. Ik ben van de regiotelevisie. En ik maak een programma over mensen die iets bijzonders doen of iets bijzonders te vertellen hebben. Ben ik daar bij jullie al het goede adres? Nee? Jullie zijn niet bijzonder, of jullie hebben niks bijzonders? Nee, we zijn gewoon simpele Barneveldse mensen. Simpele Barneveldse mensen. Dat is toch ook bijzonder? Ja, alles. Ik ben van de regiotelevisie. En ik maak een programma over over mensen die iets bijzonders doen of iets bijzonders te vertellen hebben. Nou, ik heb niks bijzonders te vertellen. Nee? Ik geloof niet hoor. U was aan het wandelen? Nee, ik ga wandelen. U gaat wandelen met de hond? Eventjes om het huis heen. Ja. Vindt u dat leuk om te wandelen? Ja. Ja? Vind ik wel leuk, ja. En doet u dat elke dag? Elke dag wel 2 keer meestal. Ja. En altijd hetzelfde rondje? Nee, zoveel mogelijk, maar ik kan niet goed meer lopen, dus... Ah. Ik moet me ook vasthouden, anders val ik. Ja. Ik zie het, ja, aan de rollator. Ja, hoe is dat zo gekomen dat u minder kunt gaan lopen? Ja, ouder, hè? Ja. Je wordt spierkrachtiger... Gaat weg. Ja. Hoe jong bent u als ik vragen mag? Hm? Hoe jong bent u als ik vragen mag? 84. Ik word eind van het jaar 85. Wat een mooie leeftijd. Ja. Ja. Moet maar. Ik zie het niet zo heel mooi zitten. Nee? Nee. U ziet het niet zitten om ouder te worden? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Nou, om alle kanten geholpen worden. Ik ben één die alles zelf doet. Ja. U wilt gewoon zelfstandig blijven? Ja. Ja. En dat gaat niet meer? Nou ja, nog gedeeltelijk gelukkig nog wel hoor. Ja, ja.
Want ik doe veel meer dan dat ze denken, maar dat laat ik maar zo. Dus, Wat zijn de dingen waar u mee geholpen wordt? Met huishouden. Ik kan niet zo hoog komen. Dus daar word ik mee geholpen. Wassen niet, dat doe ik allemaal zelf. Ook de was doe ik ook zelf. Nou, u bent geslaagd hoor. Ja, u bent best een bijzondere vrouw. Ik vind het heel bijzonder hoe je nog actief bent. Dat zeggen ze allemaal, maar ja, dan schiet ik niet veel mee op. Tot ziens. Tot ziens. Dag. Dag.